noem ze altijd de Roy's onder de peilingen. De N-VA blijft de grootste partij in de peilingen, maar ze verliest wel 5%. In een politieke peiling van de VRT is Groen de grote winnaar. N-VA verliest, maar blijft de grootste partij. Als er nu verkiezingen waren, op welke partij zou u dan stemmen? Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, hoe zou u dan stemmen? En dit zijn de resultaten van die peiling. N-VA blijft veruit de grootste partij met 27,3% van de stemmen. Dat is wel een verlies van ruim 5% in vergelijking met de verkiezingen van mei 2014. De drie regeringspartijen halen samen nog altijd een meerderheid van 58%. Maar alle drie verliezen ze wel kiezers ten opzichte van de verkiezingen van 2 jaar geleden. N-VA verliest het meest, 4,6%, maar blijft wel afgetekend de grootste met 27,8%. Regeringspartner CD&V volgt op ruime afstand met 19,1%. CD&V verliest 1,7% en haalt 16,8%, een van hun slechtste peilingresultaten ooit. De derde Vlaamse regeringspartij, Open VLD, zakt 1,5% en komt uit op 14,1%. Open VLD verliest 2% en staat op 13,6%. Dat is niet goed, maar de liberalen hebben al lager gestaan. Winst gaat naar alle oppositiepartijen. SPA haalt 14,7%. SPA wint 1,7%. Groen haalt met 11,6% ruim 3% meer dan bij de verkiezingen. De grootste groeier is Groen. De partij wint bijna 5% en haalt met 13,3% zijn beste peilingresultaat ooit. Ook Vlaams Belang gaat erop vooruit en haalt ruim 8% van de stemmen. Vlaams Belang wint 2,2%. PvdA komt uit op 4%, maar blijft daarmee onder de kiesdrempel.